Yo gasten van mijn kanaal, een hele goede dag allemaal. Arjen hier en vandaag breng ik jullie een update vlog. Jawel, een vlog. En ik zal jullie meteen maar zeggen, ik heb een nieuw uploadschema. Dat hebben jullie misschien al... dat hebben jullie nog niet gemerkt. Want het is nu eigenlijk een van de eerste dagen dat het in is gegaan. En ik ben van plan om 2 of 3 keer per dag te gaan uploaden. Gewoon om het wat meer te maken, om een vast schema te hebben. Want ik ben een persoon dat als ik geen vast schema heb, dat ik dan maar wat doe. Ik hou me er niet aan, want ik heb nergens om me aan te houden. En als ik een schema heb, dan werk ik veel systematischer. En dan hou ik mezelf ook erbij van, hey, ik moet die video nog maken. En ik moet dit en dat maken en dat moet ik bijhouden. En dan hou ik een veel actiever kanaal. Dus dat vind ik super chill. En op mijn nieuwe schema, ik zal het eventjes erbij pakken. Mijn nieuwe schema, die heb ik hier voor me staan. Daar heb ik een soort van systeem in verwerkt. Ik ga iedere 3 dagen een vlog maken. Dat ben ik tenminste van plan. Gewoon om jullie up-to-date te houden. Om eventjes een lijstje erbij te houden van jongens, dit heb ik gedaan. Zo staat het ervoor. En dit is wat jullie kunnen verwachten de komende tijd. Daarnaast, hebben jullie al kunnen zien, 2 uur geleden is de allereerste aflevering online gekomen van Dual Survival met Laurens. Zulke series wil ik allemaal gaan starten. Die Dual Survival serie met Laurens wil ik 1 in de 3 dagen gaan uploaden. Ik wil 1 in de zoveel dagen Call of Duty video gaan maken. En ik wil zo een beetje systematisch gaan werken. En ik zal alvast eventjes kijken voor de volgende week. Bijvoorbeeld een live Battlefield 4. Ik wil gewoon 1 in de zoveel tijd een Battlefield 4 video maken. Ik wil 1 in de zoveel tijd een Call of Duty video maken. Gewoon een random online game. Misschien een keertje weer Omegle video's. Gewoon 1 in de week of 1 in de zoveel tijd. Dat wil ik gewoon systematisch gaan doen. En ik hoop dat ik mezelf daaraan houd. Tot nu toe wel. En voor mij werkt het gewoon veel chiller met een schema. Want ik hou mezelf eraan en ik weet gewoon veel beter wat ik moet doen, wat ik wil doen. En ik maak gewoon van tevoren een lijstje van oké, die dag wil ik die en die video. En dat ga ik dan allemaal regelen en zo. En dat regel ik gewoon allemaal van tevoren en dat werkt super fijn. Daarnaast wil ik jullie vragen, laat je vragen achter voor een Q&A. En dat vraag ik jullie wel echt eventjes om te doen van yo, laat alsjeblieft gewoon een reactie achter van ik wil dit en dat weten. Ik wil dit en dat weten voor een Q&A. Want dan wil ik gewoon meer interactie met jullie gaan hebben. Dat wil ik ook doen door nu 1 in de 3 dagen een vlog te gaan uploaden. Gewoon meer interactie tussen jullie en mij. Jullie de kijker en ik natuurlijk als YouTuber, als uploader. Daar wil ik meer, meer een combinatie tussen vinden. Van yo, meer interactie. En dat kan ook onder andere door een Q&A te doen. Ik wil gewoon 1 in de zoveel tijd misschien een Q&A gaan doen. Misschien is dat wel de vlog die ik upload dan. Maar dat is toch weer een vlog en het is een Q&A. En dan weten jullie meer over mij. Weet ik meer, nou ja, ik weet niet per se meer over jullie. Maar dan weten jullie meer waar ik mee bezig ben en hoe ik erin sta. Dus laat jullie reacties achter met vragen voor een Q&A. En dan gaat het helemaal goed komen. En zoals jullie misschien gisteren al hebben gezien, is er weer Call of Duty op mijn kanaal. En zoals jullie net ook hebben gehoord, staat het ook in het schema bij mij. Call of Duty op mijn kanaal. Maar waarom is er zo'n tijdje geen Call of Duty geweest? Ik heb dat gisteren al gezegd in de video van Call of Duty. Maar ik ga het nu nog eventjes heel kort uitleggen. Ik heb een nieuwe PC gekocht. Mijn HDP VR heb ik daarop aangesloten. Maar er staat Windows 8 op mijn computer. Ik weet niet of Windows 8 er iets mee te maken heeft. Maar de capture software die bij de HDP VR zit, die werkte niet op mijn PC. Dat was Total Media Extreme 2. Die werkte gewoon niet. Iedere keer dat ik wou klikken op opname starten, reageerde die gewoon niet. Hij deed gewoon niks. Hij ging nergens naar een volgend scherm waar ik echt een opname kon zien dat hij bezig was. En hij sloeg het ook nergens op. Dus dat was super irritant. Ik ben er druk mee bezig geweest en ik heb toen Total Media Extreme 1 gedownload. Dat is de eerdere versie en die werkt wel op mijn PC. Geen idee waarom, geen idee wat er dan verkeerd is met Total Media Extreme 2, dat die niet werkt op mijn PC. Maar zo is het nou eenmaal. En dat is dus gefixt. Total Media Extreme 1, het is een eerdere versie natuurlijk, maar kennelijk werkt die wel op mijn PC. En het is misschien iets anders dan Total Media Extreme 2, maar het werkt toch wel hetzelfde. En de kwaliteit is ook hetzelfde, dus dat is gewoon super gunstig. En dat woord gebruik ik de laatste dagen superveel, super gunstig. Waarom gebruik ik dat? Dat moet ik echt niet meer doen. Dat komt echt door die opname met Don toen. Super gunstig. Maar dat is allemaal niet anders. Maar dan weten jullie hoe ik erin sta. Dan wil ik dit dus gewoon 1 in de 3 dagen gaan doen. Dit is een soort van korte vlog, als het ware. Maar dit is gewoon eventjes wat ik wou zeggen, wat ik jullie wou mededelen en wat ik gewoon eventjes wou vertellen aan jullie. Dat is dus dat ik een nieuw schema heb, dat ik Q&A's ga doen, dus dat ik reacties van jullie wil van yo, dit wil ik weten of dat wil ik weten. En dan ga ik dat allemaal doen. En dat is het eigenlijk wel.
Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot over 3 dagen bij weer een nieuwe vlog. En misschien ga ik binnenkort mijn nieuwe uploadschema wel online posten. En dan komt dat helemaal goed. En vlog, dan moet je niet per se denken als ik loop over straat met mijn camera. Maar gewoon, ik zit voor de camera, voor de webcam. En ik praat direct tegen jullie, tegen de kijkers. Dat is ook een vlog. Het is niet per se, ik ga over straat lopen met de camera. Nee, het is gewoon in de camera kijken. En eventjes personal time met je kijkers. Dus bij deze, dat ga ik 1 in de 3 dagen doen. En misschien ga ik later mijn schema wel online gooien, dat jullie die ook kunnen bekijken wat ik van plan ben om die week te uploaden en op welke tijden allemaal. En dan zeg ik jongens, bedankt voor het kijken. Dan krijg ik ook meer systeem in mijn kanaal, laat me zeggen. Want ik had wel eens, dan gooi ik een video online om 8 uur, dan gooi ik een video online om 3 uur in de middag. Maar nu wil ik echt ook qua tijden, iedere dag 5 uur, 7 uur, misschien om 3 uur in de middag een video. Maar dan wil ik gewoon een beetje systematisch iedere dag om dezelfde tijd ongeveer gaan uploaden. En dan komt dat helemaal goed. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter als jullie ervan genoten hebben. En laat een reactie achter wat jullie graag willen zien op mijn kanaal ook. Wat willen jullie graag zien op mijn kanaal dat ik ga doen qua series, qua games? Laat dat allemaal achter en dan ga ik daarnaar kijken. En laat natuurlijk je reacties achter wat jullie voor een Q&A willen zien. Voor vragen die ik ga beantwoorden. En dan zeg ik bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende keer. En adieu.